Wel, de heer Van Hagen, Groep Van Hagen. Ja, voorzitter, even iets heel anders. Gisteren waren we getuige van een bizarre situatie waarbij een Kamerlid de minister van Financiën beledigde door te insinueren dat ze een spion zou zijn. Vervolgens loopt het hele kabinet weg. Wat mij betreft een beetje een politieke blunder. Maar goed, dat is voor eigen rekening. Maar het was een persoonlijke aanval. Hè, en dat keuren we natuurlijk af, ongeacht het feit dat je mag zeggen wat je wil hier. Maar enkele dagen eerder gaf de minister van Justitie en Veiligheid een HJ schoollezing. En die beledigt daarbij een aantal mensen, onder andere collega Azarkan, impliciet collega Simons en ook mij. Mijn partij, Belang van Nederland, wordt extreem rechts genoemd en we worden onwelriekende reuzel genoemd. Hè? Stinkend varkensvet. Het is een persoonlijke aanval. Het kabinet spreekt met één mond. Dus ik ben benieuwd of de premier deze woorden overneemt.